Deze video wordt mede mogelijk gemaakt door BNP Paribas, Citi, Société Générale en Vontobel. Hallo allemaal, in het Turbojournaal van deze week heb ik twee onderwerpen voor je. De stijgende rente en het begin van het kwartaalcijferseizoen. Maar als je kijkt naar de financiële markten is er eigenlijk maar één hoofdonderwerp en dat is die stijgende rente. En omdat het zo belangrijk is, is mijn doel van deze video om je nog eens goed uit te leggen wat voor effect een stijgende rente kan hebben op de ontwikkeling van de aandelenkoers. Laten we de draad van het verhaal even oppakken half december. Toen kwam in Amerika de Federal Reserve bij elkaar en die spraken uit dat ze verwachten in 2022, dit jaar, 3 keer een renteverhoging door te voeren. Dat is nog niet besloten, dat is een verwachting. Nou, ze lieten het daar niet bij. Ze zeiden, ja, als we dan wat verder kijken, naar 2023, 2024, verwachten we misschien nog wel 4 renteverhogingen. En dat is toch wel een significante koerswijziging van de hele lage rente die we meer dan 10 jaar hebben gezien. Maar daar bleef het nog niet bij. En dat blijkt uit de notulen van die FED-vergadering, die vorige week ook openbaar werden gemaakt. Nou, we weten al, de Federal Reserve is aan het taperen, het afbouwen van die coronasteun. Ze hebben dus gesproken over een mogelijke renteverhoging. Maar stap 3, en daar hebben ze het blijkbaar ook uitgebreid over gehad, is dat ze misschien dit jaar al een begin willen maken, ook met het afbouwen van die enorme staatsschuld. Nou, dat is eigenlijk iets waar de markt vorige week op reageerde. Want nu beginnen de rentes serieus op te lopen. En dat verklaart ook waarom dat de aandelenmarkt meteen wat onder druk staat. Nogmaals, het is niet besloten dat dit gaat gebeuren. Maar het feit dat erover gesproken wordt, is toch wel iets dat de markt daar al een beetje op vooruit gaat lopen. Is dat erg als de Fed een deel van de beleggingsportefeuille gaat verkopen? Nou, niet per se, want het is eigenlijk een samenspel tussen de centrale banken en de commerciële banken. En op het moment dat de Federal Reserve minder aan stimulering moet, is de bedoeling dat de commerciële banken de kredietverlening overnemen. En dat zie je eigenlijk in de afgelopen maanden al gebeuren. En zelfs dusdanig dat de commerciële banken meer krediet verlenen dan dat de Fed afbouwt. Dus dat wil helemaal niet zeggen dat dat nou per se slecht nieuws is voor de aandelenmarkt. Wat natuurlijk wel een aspect is, en die banken, die commerciële banken, die zijn allemaal gestresstest na de financiële crisis. Dus die hebben vrij strenge eisen aan wie ze wel en niet geld kunnen uitlenen. Ja, en ja, daar zal de markt wel mee te maken krijgen. Dus we moeten gewoon voorstellen komen van goede bedrijven met goede businessmodellen. En dan is er in principe krediet genoeg, zo lijkt het. Ja, ook als de Fed gaat afbouwen. Nou ja, en is dat nodig, is de vraag. Want het kan natuurlijk ook komen van economische groei. En hoe je het ook wendt of keert, door al die coronasteun wordt met name de Amerikaanse consument en in iets mindere mate ook de Europese consument goed achtergelaten. Dit is een grafiek ook van mijn favoriete onderzoeksbureau Gavekel. En zo lekker simpel. Je ziet dat ten opzichte van voor de pandemie de Amerikaanse huishoudens er maar liefst 34 biljoen dollar bij hebben gekregen. Ja, dus dat staat nog op rekeningen, maar dat zit ook in huizen, in aandelen, in crypto's. Ja, en als daar op een gegeven moment een deel van zou worden verkocht bijvoorbeeld, en dat wordt uitgegeven in de economie, dan kan het zomaar eens qua economische groei een heel erg goed jaar worden. Maar ja, dat is natuurlijk niet zeker wat er gaat gebeuren. Dus dat gaan we dit jaar allemaal volgen. Maar het lijkt logisch, hè, als je ziet dat op een gegeven moment de aandelenmarkt wat afzwakt, dat er toch een aantal mensen zijn die winst nemen op die bezittingen die zo hard zijn gestegen. En dat misschien stoppen in een nieuwe auto, een tweede huis of misschien wel een vakantie. En dat vond ik ook leuk om dat bij de kooplijstcompetitie terug te zien. Dat er al mensen op dat spoor zitten en dat bijvoorbeeld ook een bedrijf als TUI al wel eens een keer genoemd wordt. Nou, de consument, die zit er warmpjes bij. De producenten, die blijven nog wat achter. Als je ook weer naar zo'n eenvoudige grafiek kijkt. Wat je hier ziet, zijn de investeringen van bedrijven in Amerika. Die gaan omhoog.
maar die zitten nog niet op het niveau van het begin van de pandemie. Hoe komt dat nou? Nou, bedrijven in sommige sectoren zijn logischerwijs erg terughoudend geweest met het doen van nieuwe investeringen. In andere sectoren zijn er wel grote investeringen gedaan, denk bijvoorbeeld aan chips. Maar alles wat te maken heeft met de sectoren die het toch moeten hebben van het weer opengaan van de economie na de pandemie, die zijn waarschijnlijk wat voorzichtig gebleven. Ja, en als die consument met die enorme tassen geld dadelijk dat uitkomen geven, is natuurlijk wel de vraag of bedrijven daar klaar voor zijn. Want zo niet, dan kan dat natuurlijk een verder opdrijvend effect op de prijzen hebben. Zo simpel is het eigenlijk. Maar de allerbelangrijkste grafiek deze week, wat mij betreft, is deze. Heel simpel, gaat over energie. Daar hebben we het ook al weken over. Hier wordt het goed in beeld gebracht. Dit zijn de olievoorraden van de ontwikkelde landen, zeg maar even. Nou, die spoten 2 jaar geleden enorm omhoog. Want weet je toch wel, toen waren er zelfs olieschepen. En die konden nergens de olie kwijt. Niemand wilde die olie meer hebben. Alles kwam op zijn gat te liggen. Nou, inmiddels zijn die voorraden allemaal wel weer afgebouwd. Ja, en de vraag is of er wel genoeg geïnvesteerd is als dadelijk via de consumenten of via consumenten en producenten de vraag toeneemt. Ja, want anders kunnen die prijzen nog wel eens flink door blijven stijgen. Ja, en ja, hoge energieprijzen en voedselprijzen, heel veel in de voedselketen is afhankelijk van energie. Dat kan leiden tot sociale en politieke onrust. Je ziet dat nu eigenlijk al een beetje in Kazachstan. Nou, als je het nieuws hebt gevolgd, dat is allemaal nog niet uit de hand gelopen. Het zag er wel heel erg slecht uit. Maar dat is ook begonnen door oplopende prijzen. Ja, en dat is natuurlijk iets wat men op allerlei plekken in de wereld zal willen voorkomen. Dus hier gaat veel aandacht naar uit. Maar dat er energie veel gevraagd wordt, zeker nu ook in het winterseizoen, ja, dat kan wel eens leiden tot een aanblijvende inflatie. En daarmee wordt de kans dus groter dat die renteverhogingen er ook echt gaan komen. Nou, dat was allemaal Amerika. Hoe zit het dan in de Europese Unie? Vorige week vrijdag ook daar een inflatiecijfer, 5%. Dat hebben we, weet ik het hoe lang, niet gezien. Vorige cijfer was 4,9. Dus het lijkt een beetje te pieken en een beetje af te vlakken. Maar als je kijkt waar het in zit, allemaal dezelfde items. Energie, want die cijfers worden altijd bekeken van year on year, van jaar op jaar. Ten opzichte van december 2020 was dat met maar liefst 26% gestegen. Maar ook voedsel, diensten en importen. Weet je, weer die toeleveringsketens. Het mag allemaal geen verrassing zijn. Wat wel heel goed is om scherp te hebben, is dat de inflatieverwachting van de ECB voor 2023 en 2024 nog steeds staat onder de 2% en wel op 1,8. Dus daar waar de Fed in Amerika al bezig is met het verhogen van die rente, zegt de ECB eigenlijk, ja, 2022 zal de inflatie wel hoog zijn, maar daarna, jongens, zoveel groei is er niet. Nou, we gaan het zien of die inflatie in Europa ook naar beneden komt. Maar ja, hier speelt natuurlijk een rol dat die beleidsmakers, die weten natuurlijk zelf of ze deze maand een deal gaan sluiten met Poetin over die Nord Stream 2 gasleiding, die pijpleiding. Ja, en dat zullen we natuurlijk toch even moeten afwachten voordat we daar wat over kunnen zeggen. Maar het risico dat er niet komt, is levensgroot aanwezig. Het lijkt op dit moment dat de markt denkt, nou ja, ze zullen uiteindelijk toch wel tot een overeenkomst komen. Maar we gaan het zien. Maar dan nog heel even kijken naar het oosten, naar China. In het verleden, in de afgelopen 20 jaar, zorgde China vaak voor deflatie. Waarom? Omdat goederen daar goedkoop gekocht konden worden. Ah, dit doet China tekort, maar op dit moment hebben ze wel even wat anders aan hun hoofd. Ze hebben daar nog steeds het zero-covid-beleid. De economie is daar zeker nog niet helemaal open. Dus ja, daar zitten ook nog wel hiccups in de keten. En ze zijn natuurlijk nog bezig met het oplossen van het onroerend goed-probleem. Wat begonnen is met Evergrande, maar inmiddels ook overslaat naar andere vastgoed reuzen. Alhoewel ik wel het idee heb dat het daar redelijk bij blijft op het moment. Dus binnen de sector en in China. Maar in ieder geval voor het Westen
geen deflatie op korte termijn te verwachten door de relatie met China. Nou, dan komen we bij die rentes. Ik heb het nu een aantal keren genoemd. Vorig jaar hadden we dat dus ook al, die rentes. En dit overzichtje, dat komt gewoon, zijn cijfers van de Treasury in Amerika, geeft heel goed aan wat er op dit moment op de markten gebeurt. In januari 2021, de bovenste rij, waren eigenlijk alle rentes nog heel laag. De 10-jaarsrente onder de 1% en de 2-jaarsrente zelfs 0,11%. Maar toen in maart, toen gingen we ook al, toen hadden we toen de eerste hoge inflatiecijfers. Toen dacht de markt dan, op termijn gaat dan de rente stijgen. En dat zag je met name terug bij, zeg maar, de lange rente. Dus in de rode box, de 7-jaars, 10-jaars en eigenlijk ook al wel een beetje bij de 5-jaars. En natuurlijk ook aan de rechterkant daarvan. De 10-jaarsrente bijvoorbeeld, die ging toen dus in korte tijd van zeg maar 0,96 naar 1,74. Dat is een flinke stijging. Maar de korte rente, 1, 2, 3 jaar, die deed eigenlijk nog niet zoveel. En dat is nu in de eerste week van dit jaar, is dat anders. Want dat zie je helemaal onderaan. Als je dat vergelijkt met daarboven, dan zie je bijvoorbeeld de 2-jaarsrente. Die is van 0,17 9 maanden geleden naar 0,87 nu. En de 3-jaarsrente die zit echt duidelijk boven de 1. En dat hebben we vorig jaar nog niet gezien. En dat betekent dus dat de markt denkt van hey, het gaat eerder gebeuren dan voorheen. Wat overigens ook opvallend is, is als je aan het hele lange stuk kijkt, is dat de 10-jaars, 20-jaars, 30-jaarsrente zeker niet verder gestegen zijn en soms gedaald ten opzichte van maart vorig jaar. Dus de pijn zit nu echt in het medium lange stuk, als je het zo zou kunnen zeggen. Ja? Nou, hoe beïnvloedt dat nou de aandelenkoersen? En ik heb al eens een keer eerder een voorbeeld laten zien, maar ik merkte dat toch nog een hoop mensen dat vrij ingewikkeld vonden. Ik probeer het zo simpel mogelijk nog eens een keer voor het voetlicht te brengen. En we gaan even uit voor de eenvoud van één kastroom. $100 over 3 jaar. Wat is die $100 dan nu waard? Nou, dan hebben we even de cijfers genomen uit de vorige tabel. Als je kijkt in maart 2021, toen was de 3-jaarsrente 0,35%. Ja, dan moet je even door zo'n formule heen voor het contant maken van die €100. Dan deel je door 1 plus de rente tot de macht van het aantal jaren. Nou, die formule zie je hier. En dan betekent dat die $100 die je verwacht over 3 jaar, die heeft nu een waarde van $98,95. Maar bij een hogere rente, bijvoorbeeld de rente van vorige week, 1,17, dan heeft diezelfde kastroom maar een waarde van $96,57. Dus dat scheelt meer dan 2 hele euro's. Dat bedrijf doet nog steeds precies hetzelfde wat het gisteren deed, doet het ook vandaag. Maar gewoon door die verandering in de rente komt er een verandering tot stand in de waardering die beleggers en analisten bijvoorbeeld in hun spreadsheets hebben staan. Nou, en dit is dan maar een voorbeeld van één kastroom, maar dit moet je dus doen voor alle kastromen. En dus met name de groeiaandelen, die met name verwachten winst te maken over vele jaren, die zijn daar nog gevoeliger voor dan waardeaandelen. Maar in principe geldt dit sommetje voor alle aandelen. En dus zou je in theorie verwachten dat aandelen omlaag gaan. Dat is een logische conclusie. Maar de praktijk is natuurlijk niet de theorie. En er zijn ook allerlei andere effecten. Ja, en daarom hebben we vorig jaar al eens een keer gekeken naar 2013. Want toen werd de financiële steun na de financiële crisis afgebouwd. Toen duurde het maar liefst 3 jaar voordat de Fed de rente ging verhogen. In allemaal stapjes, dat zie je daar in het midden. Maar die jaren daartussen waren eigenlijk hele goede beursjaren. Nou, wat is het grote verschil? Het grote verschil is, we staan nu hoger in de beurs. Maar het allergrootste verschil is dat Jerome Powell heel duidelijk aangeeft dat de Fed sneller gaat dan toen. Ja, want ze hebben het nu al
over de verdubbeling van de tapering. Misschien is dat zelfs in maart al afgelopen. En ook de renteverhoging, die zit er nu al aan te komen in 2022. En niet zoals eerder werd verwacht, pas in 2024. Dus zou je kunnen zeggen, dan schuiven we waarschijnlijk in die historische koersontwikkeling ook een stukje op. Dan zou het helemaal niet gek zijn als we een tijdje zijwaarts bewegende markten krijgen. Maar helemaal niet per se meteen een hele diepe daling. Er zullen wel wat winsten worden genomen, maar voor het marktgemiddelde worden er nog steeds aandelen gezocht. Waarom? Omdat de rente nog steeds laag staat. Ja. Nou, dat is natuurlijk allemaal geen zekerheid, maar we proberen een basisscenario te krijgen. Maar waarom zakken die aandelen dan niet? Nou ja, omdat die lage rente bijvoorbeeld ook een effect heeft dat er weer kopers in de markt komen. En dat klinkt misschien hartstikke intuïtief, maar dan moet je bedenken dat je beheerder bent bij een pensioenfonds. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor een verzekeraar. Want door die lagere rente hoeven pensioenfondsen minder geld nu aan te houden, opzij te zetten om in de toekomst aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Dat is eigenlijk het omgekeerde effect. Dus die krijgen meer vrijheid van bewegen en die zullen wel haast zeker dan ook wat risico voor gaan beleggen. Maar het Financiële Dagblad had vorige week al meteen een mooi schemaatje. Je ziet dus de dekkingsgraden van pensioenfondsen aan de rechterkant oplopen. Je ziet hier overigens ook de nieuwe minister van de pensioenen, Carola Schouten, vandaag beëdigd in het nieuwe kabinet. Ja, maar dit soort dingen betekent dat er niet alleen verkopers zullen zijn, maar zeker ook kopers. Ja, of die nou meteen allemaal in die groeiaandelen duiken, dat lijkt me niet het geval. Maar voor de brede aandelenmarkt hoeft het niet slecht te zijn. Maar dat hangt er natuurlijk helemaal vanaf hoe snel die renteverhogingen komen en of de Fed dadelijk op een gegeven moment echt hard op de rem trapt als die inflatiecijfers echt langere tijd heel hoog blijven. We kunnen daarover gaan speculeren. We kunnen het beter gewoon even afwachten. Kijk, in de tussentijd is het goed als je naar je eigen aandelenportefeuille kijkt. Heb ik ook gedaan. Om eens te kijken, wat kan je bij deze markt doen? Ik heb de laatste twee weken deze twee video's gemaakt. En het is misschien wel goed om dat eens toe te lichten. Je hebt het Turbojournaal. Daar heb ik mijn kooplijstje, dat ik ook op belegger.nl heb gepubliceerd, weergegeven. Dat zijn wat mij betreft beleggingen voor de lange termijn. Ja, ook al loopt die kooplijstcompetitie één jaar. Berkshire Hathaway, Microsoft, Palo Alto Networks heb ik allemaal voor de lange termijn, zeer waarschijnlijk jaren. Ja. Aan de andere kant, de rechterkant, dat verhaal dat ik samen met Bart heb gemaakt over Siemens Energy en Shell en ING, dat is meer speculatief. Dat is inspelen op de huidige situatie. Je ziet het, die energieprijs. Ja, volgens mij moet Shell zich gek verdienen op dit moment aan de hoge gasprijs en de olieprijs. We moeten natuurlijk weer wachten tot die kwartaalcijfers, totdat er uitkomt. Maar nu aardgas ook groener is en Shell zit natuurlijk volop in het aardgas, ja, zal de verkoopdruk wellicht bij groene investeerders iets minder hoog zijn. Nou, ik waag het te betwijfelen, want dat zal toch wel een principiële beslissing zijn. Maar toch, er zullen toch veel meer mensen zijn die daar ook wel interesse hebben om daar in te stappen, lijkt mij. Ja, en ook die banken, hè, dat geldt voor de verzekeraars, NN Groep, ASR, Aegon, noem maar op. Maar ook de banken, als nu de kortere en middellange rente gaat stijgen, dan gaat dat ook de banken meer ruimte opleveren. Op lange termijn de banken. Ik weet het niet, maar voor nu, zowel in Amerika, en dat zie je natuurlijk ook terug bij Berkshire Hathaway, die hebben een grote positie in Apple, maar die hebben ook een hele grote positie in Amerikaanse financials, ja, en ze hebben ook nog een positie in energie. Dus ja, het sentiment is goed, dat zag je ook vrijdag en vandaag, dan zijn dat soort aandelen omhoog. Palo Alto is op korte termijn natuurlijk een bedrijf dat nog geen winst maakt, dat hebben we ook onlangs aandacht aan besteed. Ja, en die koersen die zullen zeker nu in het begin onder druk staan. En ik verwacht ook nog wel wat verder kunnen dalen als blijkt dat die rente sneller oploopt. Maar ja, tegelijkertijd zie je ook wel dat op die dips
dit wat mij betreft een voorbeeld is van een aandeel wat toch vaak weer wordt opgepikt vanwege het geloof in de sector. Ja? Het zijn allemaal geen adviezen, maar het is gewoon een voorbeeld. Lange termijn beleggingen en ook speculatief kan je op de beurs heel veel plezier hebben. Over Berkshire Hathaway en Warren Buffett gesproken. Dit is eigenlijk wat mij betreft het leukste beleggingsverhaal van de afgelopen week. Dan moet ik je even mee doorheen nemen. Hè. In 2020, zo'n anderhalf jaar geleden, werd bekend dat Berkshire Hathaway voor 6 miljard dollar was ingestapt bij 5 Japanse handelshuizen. Die had eigenlijk even niemand zien aankomen. Maar als je nu ziet het handelsverdrag in Azië en Oceanië, RCEP, dat is vergelijkbaar met de Europese Unie. Ik heb daar ook vorig jaar al vrij uitgebreid aandacht aan besteed. Dat handelsverdrag is nu in werking getreden vanaf 1 januari. En daar zit China in, daar zitten 10 kleinere Zuidoost-Aziatische landen in, maar daar zitten Japan, Zuid-Korea, Australië en Nieuw-Zeeland. En een van de doelen van dat handelsverdrag is om de invoerrechten te verlagen met maar liefst zo'n 92%. Nou, dat moet natuurlijk allemaal nog blijken of het in de praktijk daar ook voor komt. Maar Japan zit dus met China onder andere in dit verdrag. En die kunnen daar wel eens heel veel baat bij hebben. Ja, en wie dan? Ja, natuurlijk de handelshuizen. Dus het lijkt er toch op dat de oude meneer Buffett, zijn compaan Charlie Munger, die was overigens op 1 januari jarig, die werd 91. Maar dat hij dat toch gezien heeft. En vorige week kwam er dan in het nieuws dat Berkshire Hathaway opnieuw obligaties in Japanse yen gaat uitgeven. En dat was in 2020 een teken dat ze een grotere positie in Japanse aandelen hadden gekocht. Dus ze willen van het valutarisico af zijn. Nu ziet het er naar uit dat ze weer naar de obligatiemarkt gaan voor yen. Dus wellicht heeft Berkshire Hathaway daarbij gekocht. Nou ja, tel dat dan nog een keer op bij Apple, wat het gewoon goed doet. Die Amerikaanse financials, Amerikaanse infrastructuur. Ik begin steeds enthousiaster te worden over Berkshire Hathaway. Het lijkt erop alsof ze daar goed bezig zijn. Niet als enige, maar het is gewoon een leuk voorbeeld. Maar goed, de kwartaalcijfers zijn in aantocht. We gaan deze week beginnen met de Amerikaanse banken. Nou, het gaat daar natuurlijk om de cijfers. Q4 zal ongetwijfeld heel erg goed zijn. Maar je kent van 3 weken geleden het plaatje links. De economische groei is alles bepalend. Nou, die heeft heel erg uit het lood gestaan in 2020 en 2021 door die coronapandemie. 2022 gaat nog goed zijn, maar daarna wordt er weer een normalere groei verwacht. Dus zal er extra aandacht uitgaan en dat zou ik ook jou aanraden om bij die kwartaalcijfers te kijken naar wat ze dan maar noemen de guidance, de outlook. Welk management durft iets te zeggen over bijvoorbeeld de tweede helft van 2022 of zelfs over volgend jaar. En dat zal een teken van kracht zijn. Het is natuurlijk logisch dat heel veel bedrijven zeggen, nou daar waag ik me niet aan. Maar degenen die dat wel doen, ja, die kunnen denk ik wel op veel applaus rekenen. Zeker als ze dat kunnen aanvullen met hele goede cijfers over het vierde kwartaal. Ja. Die retail sales, we zagen aan het begin dat die Amerikaanse consument, die bulkt van het geld. En daarnaast de Chinese consument, die mag nog steeds het land niet echt uitreizen vanwege dat zero COVID beleid. Dus ja, wat doen die mensen? Die zitten thuis. En in Amerika heb je natuurlijk ook nog vrij veel last van Omicron, in Europa ook. Dus je zou kunnen denken, de retail sales, ja, deze bedrijven, voorbeelden in de sector Amazon, Alibaba, die komen dadelijk met topcijfers door. Dit is nou zoiets dat ik denk, ja, spring daar nou niet meteen op en ga nou eerst eens even kijken of het echt zo is en wat we tegen kunnen komen. Amazon heeft het qua aandelenkoers in 2021 helemaal niet zo goed gedaan, maar een plusje van 2,4%, dat is eigenlijk gewoon ronduit teleurstellend. Dus je ziet dat de AEX-index
zo'n plus 30% heeft gedaan. Amazon is de jaren daarvoor natuurlijk heel hard opgelopen, maar toch, dat is niet zomaar 1, 2, 3 doorbroken. Het zal zich moeten uitwijzen of dat komt door allerlei investeringen die ze hebben gedaan, die er dan nu uitkomen, of dat ze toch wat problemen hebben hier en daar. Amazon is sowieso ook, hè, als je kijkt naar detailhandel, dat hebben we ook wel eens in een eerdere video gezien, is natuurlijk maar een heel klein deel van Amazon. Want het gaat natuurlijk veel meer om de cloudtak en om de advertentieinkomsten. Maar toch, het woord, en dat zie je ook hier, weer genoemd bij heel veel analisten als een van de top picks, hè, de favoriete aandelen voor 2022. Ik ben niet negatief, maar daarvoor wil ik toch echt eerst wat meer zien. Ik zat vanmorgen ook nog even te lezen in de South China Morning Post. En daar zie je dus ook van, hè, de livestream sales, waar ik heilig in geloof. Er gaan steeds meer mensen online video's kijken. Merk ik bij Markets Are Everywhere ook, gelukkig. Ja. Dat is allemaal mooi. Maar ja, bij Alibaba hebben we vorig jaar minder goede cijfers gezien. Dus ja, laten we gewoon afwachten wat die kwartaalcijfers gaan brengen. Omdat het over kwartaalcijfers gaat, ben ik tot slot nog even in het FactSet Earnings Insight rapport gedoken. Nou, wat moet je van deze pagina weten? Wat mij betreft maar één ding. Dat gaat altijd over de S&P 500. En daar wordt op dit moment een winstgroei verwacht, gemiddeld genomen, van 21,7%. Dus dat is dadelijk een beetje de benchmark. Zit de hele markt erboven, dan is het positief voor de beurs. Zit het daaronder, dan kunnen we nog wel een eindje dalen. Maar dit is het cijfer waar we naar kijken. Dat was in het derde kwartaal veel hoger, maar dit is nog steeds historisch gezien een hele grote plus. En dat is dus 21,7% stijging in het vierde kwartaal ten opzichte van het vierde kwartaal van vorig jaar. Maar dit is wel interessant en er staat veel meer in het rapport. Kan je gewoon online zelf even opzoeken als het je interesseert. Maar twee sectoren springen eruit. Energie, waarom? Daar zijn de aanpassingen van analisten ten aanzien van de winstverwachtingen van bedrijven het meest gestegen. En niet zo'n beetje ook, want daar zijn ze niet gisteren mee begonnen. Nee, ten opzichte van 3 maanden geleden hebben analisten die verwachtingen met maar liefst 40,8% naar boven bijgesteld. Dus de verwachtingen zijn hier heel hoog gespannen. Ja, nogmaals, je ziet zelf ook die hoge gasprijzen en die hoge olieprijzen. Het zou mij niks verbazen als het daar nog overheen gaat. Maar dat is weer speculatie. Ja. Aan de andere kant heb je dus die luxegoederen. In het Engels, consumer discretionary goods. En daar zijn de winstverwachtingen ten opzichte van 3 maanden geleden met maar liefst 15,1% naar beneden bijgesteld. En dat komt niet in de laatste plaats door Amazon. Dus ja, dit tempert bijvoorbeeld, dat is een voorbeeld waardoor mijn verwachtingen nog wat getemperd zijn. Ik zie het wel dat die consumenten heel veel geld hebben en dat iedereen thuis zit. Maar het moet nog wel blijken of het geld ook daadwerkelijk allemaal wordt uitgegeven. Ja? Aan dit of natuurlijk gewoon aan andere dingen. Maar goed, genoeg hierover. Deze week beginnen de kwartaalcijfers. Volgens mij op woensdag zijn de eerste Amerikaanse banken, ik geloof JP Morgan en vermogensbeheerder BlackRock aan de beurt. En alle Amerikaanse banken, Bank of America, Wells Fargo, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Citi, volgen allemaal snel daarna. Nou, het lijkt geen twijfel, die cijfers die gaan volgens mij hartstikke goed zijn. Nu we ook die rente zien oplopen, denk ik dat de guidance ook heel prima zal zijn. Maar dat weten we de komende week. En daar gaan we het zeker volgende week nog weer even over hebben. Bedankt voor het kijken. Dit was het voor nu. Succes met je eigen beleggingen. Heb je vragen? Post ze dan hieronder de video. Of mail me op info@marketsareeverywhere.com. En dan spreken we elkaar binnenkort bij een volgende video.